De eerste editie van Swim to Fight Cancer in Tilburg is een feit. De donatieteller staat al op meer dan 2 ton en er zijn ruim 350 zwemmers die zich hiervoor hard inzetten. Ik ga straks kijken hoe het met ze gaat. Maar eerst schakelen we over naar Dennis. Hij staat namelijk bij de start van de Kids Swim. Ja, nou mooi te zien dat ook de jeugd van Tilburg, onze Tilburgse kinderen, zich hard maken voor het goede doel Swim to Fight Cancer. Laten we even vragen wat uw motivatie is. Ik vind het een hele erge ziekte en daar ook veel geld op halen. Om heel veel geld in te zamelen voor kanker. En omdat het een hele erge ziekte is en dat er heel veel mensen aan dood gaan. Leo, je zwemt ook mee vandaag? Nou ja, eigenlijk ik zwem als een soort van begeleiding, zwem ik mee met mijn zoon. We willen gewoon eigenlijk laten zien dat we er alles voor over hebben om die nare ziekte de wereld uit te helpen. Ja. Wat hebben jullie opgehaald? Voor 950. Dat is behoorlijk, hè? Bijna 1000 euro. Hallo. Daar moeten we even voor werken. De eerste keer dat het in Tilburg is georganiseerd, hoe is dat zo gekomen? Nou, het mooie is dat als je iets voor kanker doet, uiteindelijk willen we geld bij elkaar halen om de ziekte de wereld uit te helpen. Dan zie je dat heel veel mensen dat onderwerp aanspreekt. Dus uiteindelijk zijn er 350 zwemmers die geld op hebben gehaald. 350 zwemmers die in hun omgeving, familie, vrienden, buren, ervoor hebben gezorgd dat die meer dan 200.000 euro, dat is echt heel veel geld. Dat is elke Tilburger bijna 1 euro dat het geld binnen is. Nou, dat hebben de zwemmers gedaan. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit vandaag georganiseerd wordt. Nou, het is geweldig. Jullie mogen trots zijn op jezelf en ook de opbrengst is natuurlijk fantastisch. Ja. Bedankt en veel plezier nog vandaag. Wij gaan terug naar Dennis, want die staat in het publiek. Jongens, voor wie staan jullie hier? Nou, voor Eco Steam en Heating. Voor onze collega Henk, die nou naar binnen komt. Als een stoomlokdief gaat je door, hè? Voor wie staat hij te klappen? Voor mijn schoonzus. Ja. Die doet mee om een persoonlijke reden, neem ik aan? Ja. Zij heeft wel mensen in de omgeving die met kanker te maken hebben. Ja. Het is een evenement met een lach en een traan. Wat is nou het mooiste moment van zo'n evenement vandaag? De mensen toch zich inzetten voor dit. Ja, dat is eigenlijk het mooiste. Wat moet je meer zeggen? Nou, net de emotie bij haar toen ze uit het water kwam. En ik denk besefte waarom ze mee heeft gedaan. Vond ik mooi om te zien. Ik doe mee omdat ik zelf een aantal familieleden helaas heb verloren aan de ziekte kanker. En ook omdat een aantal op dit moment nog heel hard aan het vechten is. Dus ik vind dat ik op deze manier ook een mooie bijdrage kan leveren om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Op deze manier kwam u supporten? Ja, dat is mijn broer. Dus, De broer van? Ja, de broer van, ja. Hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft heel goed gedaan. Ja. Ja. En gaat hij dan ook harder zwemmen als je hem aanmoedigt? Nou, niet echt. Het scheelt toch? Niet echt. Ja en nee, ja en nee. Waar is het nou? Ik ben meer van het tempo zwemmen. Gewoon het geleidelijke tempo zwemmen en dan niet te vermoeiend doen en zo. Ja, dat is mijn instelling. Dus ja, en daarom is het wel gelukkig. En nou tijd voor een biertje. Nou is het tijd voor een biertje, ja. Terug naar jou, Georgina. Meneer de Ridder, wethouder van Tilburg. Of mag ik Erik zeggen? Ja hoor, jij mag gewoon Erik zeggen. Ik mag Erik zeggen? Wat fijn, bedankt. En mogen wij vragen wat je hebt opgehaald? Ja, ik weet het niet precies, want er kwamen nog op het laatste moment nog wat euro's bij. Maar ik heb ruim 2000 euro opgehaald inmiddels. Dus 2114 of zoiets stond hier vanochtend. Dus ik hoop dat er nog wel een paar euro bij komen. Als mensen kijken, gewoon doneren. Kan nog, dus gewoon doen. Gewoon doen inderdaad, heel fijn. Wat mooi, nou een mooi bedrag en in totaal is het natuurlijk ook een heel erg mooi bedrag. En wie zijn er vandaag hier naartoe gekomen om jou te supporten? Ja, familie, vrienden en onderweg hier, en dat is wel mooi van Tilburg, kom je zoveel mensen tegen. En ook langs de kant hoor je je naam af en toe roepen en dan denk je van, man, ik moet nu even zwemmen, dus zwaai, je zit er even niet in. Maar het is fantastisch mooi, de support hier is prachtig. En met het gezin en met familie, ook mensen die ook mensen hebben verloren aan de verschrikkelijke ziekte. Dus ja, dan beleef je dat samen en wat ik zeg, trotse wethouder, maar vooral heel erg gelukkig hier als deelnemer te mogen deelnemen. Nou leuk, mooie prestatie, geniet er nog van en wij gaan terug naar Dennis. Wat is eigenlijk de allerbelangrijkste doelstelling voor jullie?
voor ons is het inderdaad tweeledig. Zeker ook geld ophalen voor kankeronderzoek. Hè. Wordt met de opbrengst worden straks jonge talentvolle onderzoekers gefinancierd. Die daarmee meer onderzoek kunnen doen naar kanker. Zodat we hopelijk op een dag ervoor kunnen zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke doelstelling. Maar voor ons is het ook heel belangrijk dat zo'n stad in beweging komt. Dat mensen betrokken zijn, met elkaar verbonden zijn. Om echt met elkaar samen een vuist te maken tegen kanker. Heeft u een speciale motivatie waarom dat u bij deze organisatie bent betrokken? Ja, ik stem helaas ook elk jaar weer voor iemand anders in mijn omgeving die ermee te maken krijgt. Dus ik heb een keer voor mijn oma gezongen, voor mijn beste vriendin die met borstkanker te maken heeft. En nu een van mijn beste vrienden heeft net gehoord dat hij lymfeklierkanker heeft. Maar waar ik zo trots op ben is dat we al die patiënten steeds beter kunnen behandelen. Dus ik zie ook echt dat we stappen vooruit maken. En dat geeft mij ook heel veel hoop en een goed gevoel over de toekomst. Water uit en het leek alsof je ontzettende kramp hebt. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ik ging aan het zwemmen en toen voelde ik hier in één keer kramp en dan was het niet zo goed. Maar gebeurde het al tijdens het zwemmen of echt toen je eruit kwam? Tijdens het zwemmen. Oh nee! Ja, dat... Hoe ver was je ongeveer? Ik kwam bij het einde. Dus... Oh, nou dat scheelt. Ja. Nou, toch goed gedaan. Gaat het weer? Ja? Nou, 500 meter zwemmen is natuurlijk niet niets. Hoe ging het? Goed, ja. Viel het mee of viel het tegen? Nou, gewoon wat ik verwacht eigenlijk. Wat heb je opgehaald? €600. Zo, knap. Succes. Dank u wel. Mauro, welkom. Hey, hallo. Hoe was het? Ja, fantastisch. Ja? Ja, heel leuk om te doen. Al die mensen langs de kant. Ja, zo'n mooi event. Volgende keer zeker weer. Absoluut. Ja, iedereen bij je gezicht langs de kant. Ja, doen. En waarom heb jij zelf meegezwommen, Mauro? De afgelopen jaren, ja, toch mensen om me heen overleden aan kanker, familie, oom. Maar ook een vriendin van begin 30. Ja, dus dit is voor alle leeftijden. Dus vandaar dat ik mijn steentje bij wil dragen. Ook collega's bij Amarant, onlangs weer. Dus ja, vandaar. Echt voor die mensen die het hier nodig hebben. Nou, en een van de jongens waar wij filmpjes van op hebben genomen, dat is Raldo met zijn vriendenclubje. Hij staat hier. Jongens, hoe ging ie? Ja, geweldig. Heel goed. Jullie hadden eigenlijk de intentie om het kanaal naar Engeland over te zwemmen. Oh ja, dat klopt. Maar dit was even een warm-up. Ben je er klaar voor? Nou, we gaan eerst beginnen met Den Helder naar Texel. Daar gaan we voor. En dan gaan we met z'n allen Jasper aanmoedigen. Want Jasper die gaat dus daadwerkelijk naar Engeland. Hier, die jongeman. Dus dat gaan we zeker doen. Dat gaat lukken, Jasper. En Niels gaat mee. Jasper had er al zin in, hè? Jasper. Ja. Hoe ging het? Ja, goed. Super. Ja, lekker stuk hier. En gaaf dat er zoveel mensen ook komen. Dus super tof. Ja, want het is de eerste editie, hè? Ja. Het valt echt 100% mee de opkomst. Ja. Ja, en tijdens het zwemmen op een gegeven moment dan doe je slag en dan zwaai je naar het publiek. En dan zie je gewoon boven het water zie iedereen juichen en doen. Super tof. Ja, maar je krijgt er wel iets van mee? Ja, zeker wel. Zeker wel. Dat moet ook wel als je hier zwemt, toch? Wat is nou het mooiste ervan, van dit evenement? Ik vind het opkomst en het enthousiasme en dat er zoveel geld ook wordt binnengehaald voor het goede doel. En het is mooi, een stukje verbinding of zo. Dus echt tof. Naast mij is aangeschoven Jeroen, voorzitter van afdeling Tilburg. Jeroen heeft letterlijk meegezwommen, dus we zijn er maar bij gaan zitten. Jeroen, hoe was het? Geweldig. Er staan zoveel mensen langs de kant. Het water is super mooi, lekkere temperatuur. Het weer is goed, dus ja, het is een topdag. En wat heeft jou doen besluiten om mee te doen? Ik heb vorig jaar meegezwommen in Den Bosch. En ik vond het een heel gaaf event. Nou, mijn bedrijf zit hier aan de Pierhaven en ik had zoiets van, dit moeten we in Tilburg gaan organiseren. Het is een goed doel. En het is uiteindelijk een super mooi event geworden. En vond je het zwaar om mee te zwemmen? Eerlijk? Nee, ik zwem veel. Dus maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen is 2 kilometer een flinke afstand. Er staat ook stroming hier in het water, dus ik ben benieuwd hoe ze dadelijk uit het water gaan komen. En hoe lang heb jij erover gedaan? Enig idee? Ja, ik heb de 500 meter gezwommen, hè? Dus ik moet eerlijk zijn, met de kids. Maar ja, wat zal het zijn? Een kwartiertje. Nou, leuk dat je ook naast het organiseren hebt meegezwommen. Had jij naast het feit dat je het gewoon leuk vindt ook een andere speciale reden waarom je mee wil zwemmen? Nou ja, ik vind dat als je zo'n event organiseert, dan moet je ook het goede voorbeeld geven uiteraard. En mijn zoon had veel geld opgehaald, dus dan vind ik dat ik op zijn minst mee moet zwemmen.
Ja, en we hebben met het event op dit moment al zoveel geld opgehaald, al meer dan 2 ton. Dat hadden we echt nooit verwacht, zeg maar. Dus ik ben benieuwd waar het gaat eindigen vandaag. Nou, de deelnemers die komen zo langzaamaan over de finish en ze komen zelfs even deze kant op. Dames en heren, hoe ging het? Supergoed. Ja, het ging echt heel lekker. En dan zwem je zo door het water heen, honderden mensen langs de waterkant. Krijg je dat al mee? Kei gezellig. Ja, zeker wel. Ja. En mijn zoontje liep hier ook de hele tijd langs de rand. Daar is hij. En die heeft een hele harde stem, dus ik hoorde hem de hele tijd. Hartstikke leuk. Mijn moeder, die is herstellende van kanker daar. Herstellend, zeg je, dat gaat goed komen. Ja, het komt goed. Ja. Nou, toppers hoor. Ja. Ik zou zeggen, nog een paar meter, dan zijn jullie er. Gaan we doen. Dankjewel. Zeg, bedankt. Hoi. Nou, dit was Swim to Fight Cancer vanaf de Piershaven in Tilburg. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral onze Facebookpagina niet te liken. Houdoe.